Hallo allemaal. Daar zitten we dan weer met z'n tweetjes. Ik krijg heel veel vragen binnen van enerzijds van kindjes die hun ouders willen overhalen om een hamster te nemen. En aan de andere kant krijg ik ook heel veel vragen van ouders. Zijn dwerghamsters eigenlijk wel geschikt voor kinderen? En die vraag gaan we vandaag even beantwoorden. Wat vind jij? Ja, ook goed. Ja? Zijn dwerghamstertjes geschikt voor kindjes? Ja? En waarom dan? Ja, je kan er veel mee doen. Hard praten. Dat horen mensen niet. Je kan er de pootje over mee doen, dat wel. Ja? En als ze klein zijn, kan het ook nog wel een beetje soms vanaf 7 jaar en dat. Vanaf 7 jaar. Max is net 7 geworden. En hij mag... konijntje. En hij mag zijn eigen hamstertje binnenkort. Er is er al eentje in de maak. Er is een nestje geboren en daar mag hij een kleintje uit kiezen. Zijn dwerghamstertjes geschikt voor kinderen? Het is in principe, zou ik zeggen, ja. Maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Want ik vind het hartstikke leuke diertjes. En naar mijn mening is het geschikt voor alle dierenliefhebbers. Hou je van dieren, hou je van hamstertjes, dan is een hamstertje gewoon geschikt. Kindjes moeten wel leren omgaan met hamstertjes. En dat betekent... Dat wij als ouders die kinderen moeten begeleiden met de hamstertjes. Dus het ligt er heel erg aan hoe je een hamster aan een kindje geeft. Is het zo van, nou je hebt een cadeautje gekregen alsjeblieft en veel plezier ermee. Dan gaat dat niet werken. Dwerghamstertjes zijn heel kwetsbaar, ze zijn klein. Je moet ze op een bepaalde manier kunnen hanteren. En kleine handjes van kinderen, ja, dan is het eigenlijk al moeilijk om dat pootje over te doen. Ik merk bij mijn zoontje dat eigenlijk vanaf dit jaar... kan hij echt goed pootje overdoen. Nou, hij is 7. Dus kindjes die jonger zijn, die moeten echt met begeleiding het hamstertje hanteren. De hamster verzorgen, dus eten geven, drinken geven, dat is geen probleem. Want dat kunnen de kindjes wel. Als je het even uitlegt hoeveel moet geven, dan is dat geen enkel probleem. Je kunt als ouder ook bijvoorbeeld een bakje nemen en een schepje. En dan gewoon even uitleggen. Elke dag 1 schepje in het voerbakje. En dan hebben de kindjes hun eigen verantwoordelijkheid, een eigen diertje. Dat is hartstikke leuk. Ik ben absoluut voorstander voor het opgroeien met dieren. Naar mijn mening is dat hartstikke gezond voor kinderen. Ze leren de omgang met dieren. En ze leren ook een stukje respect hebben voor dieren. Want als ze het mee opgroeien, dan weten ze wat het is. Weten ze hoe ze het moeten verzorgen. En dat ze er ook lief voor moeten zijn en met respect te behandelen. Dus het moet nooit gegeven worden als cadeautje. En eigenlijk als ouder zijnde moet je er altijd bij stilstaan. Ja, een kindje kan daar na een week, een maand, een jaar op uitgekeken zijn. En dan is de verzorging voor jou. Een pluspunt voor dwerghamsters is wel, ze stinken niet. Dus als je goede bodembedekking gebruikt, hè, dan stinken ze niet, hè? Nee. En ook nog 1 ding. Je hoeft niet bang te zijn voor hamsters. Ze bijten niet aan je vingers. Ze knabbelen alleen een beetje. Ze knabbelen, hè? Ja. En ja, bij ratjes hoef je eigenlijk ook niet bang te zijn. Nee. Die knabbelen net zoals hamstertjes ook. Ja, de kindjes kunnen ervan schrikken als de hamstertjes een beetje aan hun vingers gaan knabbelen. Dan kunnen kinderen ervan schrikken. Dan denken ze dat het bijten is. Het is geen bijten, maar het is echt even proeven. Een beetje knabbelen. Doet geen pijn, hè? Nee, ik ben aangewend. En wat doen we dan als ze knabbelen? Ja, gewoon een beetje met je vingers gaan wiebelen. Oh ja, dan moet je bewegen met je vingers. Want als je beweegt met je vingers, dan weten ze van... Hé, dat is niet eetbaar. En dan stoppen ze met knabbelen. Het hanteren van een dwerghamstertje, ik raad altijd aan, voornamelijk als ze nog heel klein zijn, om pootje over te doen. Pootje over werkt heel erg goed, doordat je duim over de rug heen gaat, wennen ze eigenlijk aan het geaai, aan de aanraking. En ze wennen aan de geur en ze kunnen gewoon hun energie kwijt, ze kunnen gewoon door blijven lopen. Laat jij zien hoe dat moet? Ja. Oké. Ze willen allebei mee, hè? Heb je er één? Zo. Nou, Maxje heeft nou zijn handje in het verblijf gelegd. En dan heeft hij eigenlijk gewacht totdat een hamstertje op zijn hand klimt. En dan gaat hij pootje over doen. Als het hamstertje wilde, zit erin aan mijn broek te knagen. Oeh, nee. Wat
lekkers hebben zometeen. Ja, ik doe even een rustige. Ja. Deze is niet rustig? Nee, deze is snel. Ja, die is ook groot en dan is die, ja, als ze een beetje klein en grootachtig zijn, dan zijn ze nog snel. Ah, okay. Ja, dat klopt wel. Jonge hamstertjes zijn veel sneller dan de iets oudere hamstertjes. Eigenlijk tot de 12e levensweek zijn hamsters heel erg snel. Knabbelen? Ja, knabbel. Ik die. Die? Ja, die heb ik net ook gehad. Een pareltje. Ja, deze zijn ook lief. En deze blijven gewoon een beetje bij jou. Ja. En die doen ook niet snelachtig. Niet snel. Moeder zit hier in onze konten te knabbelen. Ja, net aan mijn been. Hè? Jouw aandacht. Heet die Moen? Nee, het ratje heet Moen. Mama is in de war. Wat doet hij? Storm. Storm zit aan onze kont te knabbelen. Ja. Moen, ik zit met de ratjes nog steeds. Nou, en dat is pootje over. Ja. Mensen goed zien? Ja. En je kunt zien, de handjes zijn eigenlijk net groot genoeg om de hamster echt een beetje te laten lopen. Nog jongere kinderen hebben daar ietsjes meer moeite mee. Want de handjes zijn gewoon zo klein dat het gewoon moeilijk te hanteren is. En vooral als de hamstertjes nog heel snel zijn, dan kunnen ze zo uit hun handje floepen. Daarnaast hebben jonge kinderen natuurlijk ook heel snel de neiging om iets stevig vast te pakken. Dan heb ik het wel voor jonge kinderen, hè, jonger dan 7 jaar. Echt iets stevig vast te knijpen. Zelfs 5-4 jaar. Precies. Toen Max nog kleiner was, toen had hij dat ook. Natuurlijk was ik er altijd bij. Hij mocht dan altijd het hamstertje in mijn hand gaan aaien. Maar nooit zelf vasthouden. Want het is eigenlijk gewoon een reflex van de kinderen. Hop, goed vastpakken. En dan kan zo'n diertje, die heeft dan pijn. En wat gaat hij doen? Dan gaat hij bijten. En dat zou ontzettend zonde zijn. Want dat is een hele slechte ervaring voor de hamster. Maar nog erger voor het kindje. Want die is dan gebeten door een hamster. Wat krijg je? Slechte ervaring, angst. Voor kleine diertjes. En ja, dat zou zonde zijn. En dan worden diertjes soms ook wel bang. Omdat dat vinden ze dan niet leuk. Nee. Maar altijd met heel veel respect met diertjes omgaan. Hè? Ja. Zucht. Verder, qua verzorging. Het is altijd goed als je jonge kinderen hebt. En een hamstertje om er altijd bij te blijven. Dus dat het kindje alleen de hamster uit de kooi mag halen. Als jij erbij bent. En pas als het hamstertje ouder is, dus ouder dan 12 weken, en je hebt echt gezien dat het kindje daar goed mee om kan gaan, dat het gewoon veilig is, dus het is een stukje eigen verantwoordelijkheid, dan zou je kunnen zeggen, oké, je mag hem ook alleen eruit halen. Als vriendjes en vriendinnetjes langskomen bijvoorbeeld, dan is het ook heel belangrijk om het kindje uit te leggen, het is geen speelgoed. Want andere vriendjes en vriendinnetjes vinden het natuurlijk ontzettend leuk om bij het hamstertje te kijken. Iedereen wil hem oppakken. Ja, en ik vertel gisteren ook aan vriendjes. En eentje, dat was vriendin. En die was vroeger heel erg veel met mij aan het spelen. Zij kon toen ook wel een hamstertje. Toen was zij 7. Mm-hmm. En toen mocht zij dat. En toen was ik iets van 6 jaar. Ja. Leuk. Dus het is heel belangrijk om daar rekening mee te houden. Want kindjes die willen dat natuurlijk zien. Iedereen wil hem vasthouden. En zo'n hamstertje die kan daarvan schrikken. Dat is gewoon te veel. Voor een hamstertje. En ook een vriend van mij. En die wou ook heel erg graag. Ja, maar ik wou het liever niet. Omdat hij heeft nog nooit een hamstertje vastgehouden. Dus daar. En Lotte Louise die kon dat wel. Mm-hmm. Dus zij kon dat gewoon. Ja, dus ja, het is ook eigen inzicht. Ja, ik vertrouw wel in haar. Oké. Leuk. Ja, sommige vriendjes en vriendinnetjes hebben een hamstertje, dus dan hebben ze een stukje ervaring. Maar het is altijd goed om daar rekening mee te houden. Dat het beestje niet door iedereen, door Jan Alleman, uit de kooi wordt gehaald en er weer terug ingezet worden. Dus het mag echt nooit als een soort speelgoedje gezien worden. Het liefste een regel instellen. De hamster mag alleen opgepakt worden door het gezin, dus papa, mama en de kindjes. En niet zomaar door vriendjes en vriendinnetjes.
Hij haalt eten uit zijn wangzak. En de kleine is eten aan het geven. Schrok je ervan? Ik dacht dat het overgeven was. Ja. Ze hebben voer in hun wangzakjes. En als je ze in de hand hebt, dan loopt dat natuurlijk niet prettig. Dan zit dat een beetje in de weg als je zulke wangzakken hebt. Ja, dan gaat hij met jou delen. Moet je even aan de mensen laten zien. Een beetje te zien, moet je handje een beetje open doen. Ja, dan gaat hij met jou delen. Kijkje. En dan loopt dat dus niet prettig door die handen heen. En dan gaan ze, hun wangzakken legen. Dus op een gegeven moment dan voel je allemaal dingetjes naar beneden vallen. En je wat is dat dan? Nou, dan zitten ze gewoon hun wangetjes leeg te halen. Het regent zaadjes hier. Leuk? Ja. Dat is wel grappig, hè? Grapjas. Ik ga het gewoon even met jou delen. Ja, maar is wel lief. Ja, is wel lief, hè? Nou, en als je hem in je handen hebt en je doet het pootje over, kun je hem ook een beetje aaien. Kijk, die heeft een beetje een kuifje. Dat? Ja. Lief. Ik hou hem altijd een beetje bij zijn hoofd. Ja. Conclusie. Persoonlijk, ik vind dwerghamsters hartstikke geschikt. Vooral als eerste huisdiertje. Ze worden ook niet heel erg oud. Dus het is niet een chinchilla die je voor 10 jaar hebt. Of een konijn voor 10 jaar. Veel mensen kopen een konijn voor jonge kinderen. En dat is iets wat ik denk van ja. Die heb je natuurlijk wel voor jaren. En als het dan toch niet bevalt. Ja, dan is de verzorging voor de ouders. En de verzorging voor een konijn is veel intensiever dan voor een hamstertje. Een hamstertje die wordt 1,5 à 2 jaar ongeveer. Dus mocht het kindje erop... Goed zo. En pootje over. Dus mocht het kindje erop uitgekeken raken, dan hoef jij niet al te lang de verzorging op je te nemen. Oh, nu kan het. Ja, en nu doet hij het. Goed zo. Net ook hoor. Net was die ook mooi snel. Ja. En je ziet ook als het hamstertje de andere kant op gaat. Deze is wat drukker. Ja. En je doet pootje over en ineens gaat hij de andere kant op dat je het pootje over niet meer kunt doen. Ja, en dan moet je heel snel met je hand de andere kant op. Maar niet in paniek raken. Nee. Rustig kijken. Nee, ik doe dat. Ja, je doet dat, hè? Je raakt niet in paniek, hè? Nee. Het leuke aan dwerghamstertjes is dat ze heel erg nieuwsgierig zijn. Dus als je met je hand in het verblijf gaat zitten, dan komen ze eigenlijk met z'n allen op je af. Als ze nog heel jong zijn, dan gaan ze ook knabbelen. Dus daar moet je echt rekening mee houden. En dan moet je het kindje ook altijd heel goed uitleggen. Dat hamstertjes kunnen gaan knabbelen, zodat er geen verrassingen zijn. Ze kunnen ook geluidjes maken. Ze kunnen bijvoorbeeld ook gaan krijsen. Ja, en daar is Lotte Louise bijvoorbeeld bang voor als die gaat krijsen. Oh, een vriendinnetje van jou, ja. Ja. En dan zeg ik gewoon, je hoeft niet bang te zijn. Hij krijst alleen maar omdat, doet hij iets en dan krijst hij alleen maar een beetje. Is hij een beetje bang, hè? Ja. Het krijsen is eigenlijk een afweermechanisme. Ze zijn bang en ze willen dat wat op hun afkomt, willen ze eigenlijk verjagen. Dwerghamstertjes zijn niet agressief ingesteld, dus ze zijn meer angstig. Dus het krijsen hoort er eigenlijk een klein beetje bij. Het gebeurt niet altijd, maar vaak wel als er één krijser in het nest zit, dan steekt hij gewoon alle andere hamstertjes aan en gaan ze met z'n allen krijsen. Dus dat is, zodra de één begint, dan leren de anderen dat eigenlijk van hem. Niet bang zijn voor het krijsen, dat zeg ik ook altijd tegen de kindjes. Het hoort erbij. Als je het de eerste keer hoort, dan schrik je er wel van. Dan denk je van, wow, wat is dit? Ja, ik schrik daar niet van. Je schrikt daar niet van? Nee, ik heb vaak gehoord. Je hebt vaak gehoord. Dat is ook zo leuk. Ja. Dus, dwerghamstertjes geschrikt. Ja, ik vind van wel. Max, jij vindt ook van wel? Ja. Ja, hè? Ook niet overdrijven met eruit halen. Spreek ook met je kindje af hoe vaak die de kleine eruit mag halen. Zodat het niet te veel wordt, niet 20 keer op een dag. Ja, ik doe dat niet zo vaak. Alleen als ik niks te doen heb. Ja, dat weet ik. Er loopt een hamster los. Ja, dat mag wel, dat is geen probleem. Echt? Ja. Maar die zit in het bakje. Ja, maar dat geeft toch niet? Hij mag wel rondlopen. Huh? Wat wil je zeggen? Niks. Van het padje af. Dus, geschikt hè, als huisdier. Ja. Nou, je pootje over even laten zien. Ja, en ook
Ja, als je het van je moeder mag en als je CVA bent, dan mag je hem vast wel op je kamer. Alleen als het ook van je ouders mag. Ja, en ze kunnen een beetje lawaai maken, dus je moet ook even kijken hoe je de kooi inricht. Heb je bijvoorbeeld zaagsel, dat ritselt heel erg. Nee. Heb je bektoneetje, dan kunnen ze in graven en die korreltjes kunnen tegen de bak aangaan. Dat kan ook lawaai geven. Op zich, zachte bodembedekkers, dat heeft de voorkeur. En loopratje. Ja, mij persoonlijk investeer in een goed loopratje, want daar heb je echt profijt van. De goedkopere loopratjes, die zijn vaak lawaaierig. Ja, die gaan piepen na een poosje. En ja, daar heb je gewoon veel minder plezier van. Ze kunnen ook gaan drinken. 'S Nachts als die op je kamer staat, dan hoor je de hele tijd zoiets. Ja, maar dat geeft niks. Dat geeft niks, hè? Dan moet je maar gewoon doorheen slapen. Ja, ik kan dat wel. Dat kun je wel, hè? Wat ben je aan het doen? Ben je de kids eruit aan het halen? Is dat kids? Ja, dat moet je niet doen. Niet doen. Vingervechten, Pinky. Nee. Nee, één keer. Mochten jullie nog vragen hebben over hamstertjes en kindjes of ja, noem het maar op. Heb jij nog een idee voor vragen? Ja. Dan kunnen mensen gewoon eronder zetten en dan beantwoorden wij de vragen wel. En dan zeggen wij weer bedankt voor het kijken en tot de... Tot morgen. Nee. Tot de volgende keer. Doei doei. Zwaaien. Doei doeg. Tot morgen. Ja. Ik zie ze nog bewegen hoor. Nee ja. Dat zijn meelwormpjes. Die bewegen niet meer. Die zijn gedroogd. Maar... Nijntje. Gekkerd. Wauw. Nou. Hoe gaan we dit doen? Nee. Wat is het? Nou? Dat huisje. Dat kan niet, want het wiebelt. Muziek in de auto. We gaan het zo doen. Kun je erbij? Kijk eens of je erbij kan. Hoe we dat gaan doen. Hallo allemaal. Oh, ik ben de microfoon vergeten.